Goedemiddag allemaal dames. Ik ga heel even mijn iPad klaarzetten, zodat ik ook met jullie mee kan kijken. Gezellig, er komen allemaal mensen binnen. Kijk eens aan. Heel even controleren, is het beeld en geluid bij jullie goed? Ik krijg het goed door, dus ik hoop bij jullie ook. Kijk. Gezellig dat jullie er allemaal bij zijn. Ah, dankjewel Jacqueline. Beeld en geluid is goed. Dankjewel Dieke. Gezellig. Allemaal bekende namen zie ik voorbij komen. Ook nieuwe namen voor mij. Super gezellig dat jullie allemaal aanschuiven vanmiddag. Ik zie je nog steeds binnenkomen. Ik wacht nog heel eventjes, zodat iedereen van begin af aan mee kan kijken. Ik heb het net nog geen 1:30, dus. Gezellig allemaal, dames. Nou, ik ga gewoon langzaamaan beginnen. Natuurlijk als eerste doe wat ding van harte gefeliciteerd met jullie 15-jarig bestaan. Nou, we hadden een heel ander feestje in gedachten, maar helaas... Dus online, 3 dagen feest, online in de groep. Dat tegenover staat ook nog een leuke korting actie in de webshop. Bestel je online, 15% korting. Per lijf hebben ze in de webshop een categorie aangemaakt. Ik heb een link bij deze lijf gezet. Kom je rechtstreeks in die categorie, dan kan je per lijf kijken naar de artikelen die we dus hebben gebruikt. Ja, iets handiger voor jullie misschien dat je rechtstreeks bij de producten bent. Ik mag vanmiddag met jullie een workshop geven met de Jelly Plate. Nou, super tof natuurlijk. Hoe maak ik nou toch elke keer mijn achtergronden met mijn Jelly Plate? Nou, dat kan je op veel verschillende manieren doen. Ik ga vanmiddag aan de slag met de acrylverf van Dyna in combinatie met wat stencils van Dutch de Bedoel. En Alain Create een leuke stempel en wat achtergrondstempels, een leuke tekststempel van Alain Create. Wat washi tape ga ik daarbij gebruiken. Maar ik ga eerst aan de slag met die Jelly Plate. Dus ik zet mijn verfjes heel even aan de kant. Die ik zo meteen ga gebruiken. De stempel, want die komen natuurlijk als laatste. Ik ga eerst beginnen met die achtergrondjes maken. De leuke stempels. Nou, allereerst, heel vaak krijg ik de vraag, als iemand wil beginnen met die Jelly Plate, nou, welke maat adviseer jij mij? Ik zeg altijd,
Denk goed na bij het aanschaffen van je jelly plate. En waarom? Je hebt die jelly plates natuurlijk in zoveel verschillende maten. Ik ga nu werken op de 20 bij 25 centimeter. En waarom kies ik nu voor deze? Omdat ik dus een slimlijnkaartje wil gaan maken. Nou, op deze jelly plate kan ik dus mijn achtergronden maken waar ik ook een slimlijnkaart uit kan halen. Werk ik bijvoorbeeld op 15-15, dan zit ik gebonden aan mijn maat van mijn jellyprint. En aangezien daar mijn slimlijnkaarten, die nu helemaal hot zijn, groter zijn dan 15 centimeter, kies ik dus voor mijn grotere jellyplate. Nou, jullie raden het al. Denk goed na bij de juiste maat kiezen. Op een grote plaat kan ik een print maken. Daar kan ik wel een kleinere kaart van maken. Maar op een kleinere jellyplate kan ik natuurlijk nooit een groter stuk papier printen. Dus mijn advies is altijd, neem hem zo groot mogelijk. Dan heb je gewoon eindeloos plezier van jouw jellyplate. Ja, dus dat is een tip van mijn kant uit. Kijk ermee, zeg jij van, ik maak toch geen kaartjes van groter dan 15 bij 15. Ja, dan is die 15 bij 15 voor jou groot genoeg. Ja, ik ga werken op de 20, de 8 bij 10 inch, omdat ik er uiteindelijk zo meteen een slimlijnkaart van wil maken. Nou, ik leg mijn stencils bij de hand. En je kunt op verschillende manieren werken met ik schud altijd mijn verf voordat ik begin even goed door elkaar. Waar moet je op letten? Ik zet hier een klein beetje verf en daar een klein beetje verf. Je hebt maar een heel klein beetje verf nodig op je jellyplate. Vaak zetten mensen te veel verf op met het uithollen over je jellyplate. Je moet het eigenlijk zo zien als ik hier een hele dikke laag verf overheen ga zetten. En ik ga daar een motief in maken, bijvoorbeeld met mijn stencils. Dan plet ik eigenlijk mijn verf naar de zijkanten toe. Maar dat komt dan gewoon omdat je te veel verf hebt gebruikt. Ik ga daarbij gebruiken een braaier. Ik gebruik degene van Ranger. Ik vind deze fijn licht in mijn handen liggen. Ik kan een kleiner oppervlakte uitwerken. Maar ja, dat is persoonlijk. Ik kan jullie vertellen wat ik prettig vind. En ik merk wel dat er veel mensen deze braaien wel heel fijn vinden werken. Ja, in principe op je jellyplate kan je natuurlijk allerlei verschillende mediums gebruiken. Ook inderdaad inkten, oxide inkten, gewone inkten, maar ook aquarel, noem het maar op. Eigenlijk alles wat vloeibaar is kan je erop gaan gebruiken. Ook alcohol inkten, noem het maar op. Ik heb er een printpapiertje naast me leggen. Dan ga ik zo meteen tussendoor mijn braaier op uitrollen. Ja? Eens even kijken, wat is nog meer belangrijk voordat ik ga beginnen? Het papier waar ik uiteindelijk zo meteen mijn print op ga maken. Dat is ook wel belangrijk om dat te laten zien natuurlijk. Ik gebruik het papier van Schut. Het 225 grams is dat. Dat is zwaar genoeg. Ik vind het belangrijk dat het mooi een glad papier is. Waarom? Elk motiefje die je in je papier hebt zitten, die zie je dus ook in je print terugkomen. Nou,
Vaak krijg ik ook van, ja, hè, ik vind dat mooi en doen. Nou, dan moet je dat gewoon gebruiken. Ik vind het mooier om mijn achtergrond egaal, dus glad te hebben. Dus vandaar dat ik altijd adviseer om een glad soort papier te gebruiken. Deze die kan ook nog wat water, wat vocht hebben. Dus in verband met mijn verf, daar zit toch vocht in. Ja, werkt die gewoon heel prettig. Hè, dus ja, papier is ook wel een beetje persoonlijk. Wat vind je fijn werken? Maar nogmaals, vind jij het met een linnenstructuur mooi? Dat er een reliëfje in je papier zit. Dat reliëfje zal je ook terugzien in jouw printen. Dus al het reliëf wat in je papier zit, ja, krijgt wat donkere kleur van je jellyplate. Ja? Nou, ik zeg altijd, hou je braaier gewoon heel licht vast. Het is ook niet de bedoeling dat je heel hard gaat drukken op je jellyplate. Waarom? Elke keer als ik dus ga drukken op mijn jellyplate, dan krijg je ook die aanzet te zien in het uitrollen. Dus wat ga ik doen? Ik neem wat verf mee en die licht ik, mijn braaier licht ik lichtjes op. Ik wil nu naar die andere kleur, dus ik ga heel even over mijn printpapiertje wat ik naast me heb liggen. Zodat ik de kleuren niet met elkaar ga mengen. En ik ga mijn verf gewoon in een dun laagje verdelen over mijn jellyplate. Nou, aangezien ik met verf bezig ben, die dus kan gaan opdrogen, is het wel zo dat ik, wil ik hier nog een motief inzetten, dan ja, heb ik wel natuurlijk natte verf nodig. He, want zodra dan mijn verf droog is, kan ik er niks meer aan veranderen. Nou, met de stencil van Dutch de Bedoe, die leg ik er overheen, rustig. Met mijn braaier druk ik hem een klein beetje aan. En ik haal hem omhoog. En dan zien jullie hierboven, als het goed is, al het motief van mijn stencil. En die druk ik gewoon heel rustig aan. Ja, het is gewoon heel leuk, dames, werken met een jellyplate. Ik weet welke kleuren dat ik ga gebruiken. Ik weet welke motieven dat ik ga gebruiken. En verder moet je het ook een beetje loslaten. Wat er gaat gebeuren. Ik zal er heel even een wit papiertje onder leggen. Ik heb overigens mijn jellyplate heb ik op een glasplaatje liggen. Waarom? Dan kan ik hem makkelijker wegpakken van mijn tafel. Dan als die zo meteen vast zou zitten. Dan leg ik nog een keer een ander motiefje op. Ik druk hem weer aan. Die ga ik verdelen over mijn jellyplate. En ik wil hieronder ook nog een stukje. Nou kan je natuurlijk ook bijvoorbeeld met een dopje. Alles wat, ja, ik zeg altijd geen scherpe voorwerpen. Kan ik gebruiken om dus motief aan te brengen op mijn jellyplate. Nou, die druk ik er gewoon op. Nou, en dan merk ik al, omdat ik nu zit te kletsen, dat mijn verf al een beetje droog is. Om nu mijn printer af te halen, heb ik altijd een nat laagje verf nodig. Als ik nu mijn papier erop zou leggen, ja, dan krijg ik er niks van afgehaald. Dus wat ga ik doen? Ik pak dan een witte verf, een acrylverf. En dan ga ik een dun laagje overheen zetten. Omdat ik het natte laagje nodig heb om mijn print te maken. Dus. En wat ik ook doe, ik hou mijn papier bij de hand wat ik zo meteen erop wil leggen. Dus waar ik mijn print van wil maken. Dus die leg ik hier al klaar naast me. Ik zorg dat mijn braaier geen kleurtjes verf meer aan de roller heeft zitten. Waarom? Als ik dan nu dus natuurlijk over die witte verf ga rollen. En hier zou nog de blauwe of de gele aan zitten. Dan gaan die kleuren met elkaar mengen. En waarom kies ik voor een lichte kleur? Als ik hier bijvoorbeeld een zwarte verf nu overheen zou zetten.
dan is die te overheersend tegen de kleuren die ik er al onder heb zitten. Dus dan krijg ik mijn motief, krijg ik daar niet meer bij. Nou, nu moet ik wel even doorwerken, want ik heb natuurlijk mijn natte verf nodig. Dus ik leg gelijk mijn papier eroverheen en ik druk hem heel goed aan. Nou, leer je eigen aan om gewoon een platte hand eroverheen te wrijven. Heb je zoiets van, nou, ik wil toch zeker weten dat ik hem goed heb aangedrukt. Pak je braaier erbij en rolt hem gewoon nog een keertje erover. Ja, ik zie hier een paar vragen voorbij komen. Ik probeer te beantwoorden met wat ik zie. Ik zie hier voorbij komen van Anja, ja, hij is zo prijzig. Dat klopt. Maar net wat ik aangeef, met een grote kan je natuurlijk wel alle formaten maken. Kijk, en dit is nou mijn eerste print. En als je met een kleine begint en je hebt later spijt om dan toch alsnog een grote te nemen, dan ben je het dubbele kwijt. Nou, wel is ook zo met een jellyplate. Je werkt eigenlijk in het spiegelbeeld. Dus als ik... Ik had die net hierboven, linksboven, mijn stencil gemaakt. En dan kom hier rechtsboven, komt die op mijn papier te zitten. Dus let erop, wil je gericht ergens op je papier een motief hebben, houd er rekening mee dat het dus in het spiegelbeeld erop komt. Je weet wat voor structuur dat je hebt, welke kleurtjes dat je hebt uitgekozen en verder moet je het loslaten. Hoe losser, hoe speelser je gaat werken, hoe gaver jouw effecten gaan worden. Op zo'n print ga ik later natuurlijk nog mee stempelen, kan ik nog met een motief... Met een ander schabloontje, stencil, nog wat motieven bij aan gaan brengen en doen. Ja, dus op deze manier, dit is eigenlijk een beetje een basis waar ik dan later weer ga afwerken. Ja, dus ja, maten, denk daar goed over na. Ik zie nu heel vaak de vraag van de maat voorbij komen, welke jellyplate en doen. Waarom heb ik een licht laagje? Ik hoef niet altijd wit. Kan je bijvoorbeeld ook met een beige kleur, een lichte gele, een lichte roze doen. Als het maar een lichte kleur is om jouw print eraf te halen. Hè, maar nogmaals dames, je hebt er zoveel plezier van zo'n jellyplate. En ja, je moet ook heel even die pak krijgen. Ja? Dus wat ik net vertelde in dat spiegelbeeld. Ga jij dus werken met een schabloon. Met bijvoorbeeld een alfabet of cijfers. Ja, houd er dan wel rekening mee. Dus dat je je stencil op zijn kop op je jellyplate legt. Want anders krijg je natuurlijk je... alfabet of je cijfers in het spiegelbeeld. Deze maat kost, ik weet niet precies de prijs, maar volgens mij is die rond de 35, 37 euro. En dan gaat nu je korting af dit weekend. Dus ik heb een linkje boven mijn lijf gezet. Kijk heel even in het linkje, dan kom je rechtstreeks bij de... artikelen die ik nu aan het zal gebruiken in deze lijf. Hè, dus ja, 15% korting is toch een leuke actie die Marloes op moment heeft. Dus ja, maak er gebruik van, zou ik zeggen. Ja? Nou, deze leg ik opzij. Het is altijd zo, met een jelly plate is het zo. Vaak ga ik zitten... En dan ga ik alleen maar printjes maken. Die ik dan later ga afwerken. Waarom? Hoe meer printjes eigenlijk dat je maakt achter elkaar, hoe gaver de resultaten gaan worden.
Jullie zien bij mij ook op mijn jelly plate wat, ja, nog wat verf zitten. Nou, die laat ik gewoon zitten. Waarom? Die haal ik er met mijn volgende print haal ik die wel weer af. En dan krijg je natuurlijk allemaal van die hele kleine, ja, spettertjes, stukjes met een andere kleur dan waar je uiteindelijk mee aan het werken bent. Dus ik zeg altijd, maak je jelly plate zo min mogelijk schoon, zolang dat je aan het printen bent. Op een gegeven moment dan wordt die verf, die gaat helemaal uitdrogen en doen. Dan maak ik mijn jelly plate weer een keer schoon. Dus, ik heb weer een laagje verf nodig. En ik zet weer een klein beetje op. Dat is eigenlijk al vrij veel. Ja, ik vind dat ook, Gertine, die restjes verf die je dus op je jelly plate hebt zitten, ja, dat maken de gaafste achtergronden, de extra details in je achtergronden. Heel vaak krijg ik ook de vraag van, ja, welke kleur heb je gebruikt? Ja, vaak zitten er bij mij ook zoveel andere kleurtjes in die ik gewoon, ja, niet meer weet. Hè? Dus ik ga deze weer uitrollen, verdelen. En om dus geen strepen in mijn achterwerk, in mijn achtergrond te krijgen, rol ook van links naar rechts en van boven naar beneden. Dus van alle kanten af je verf uitrollen. En licht je braaier op, zodat je niet de verf van de ene plaats meeneemt naar de andere. Nou, ik zie hier dat ik iets te veel heb. Rol ik hem daar wat uit en neem ik hem mee hier naar beneden. Nou, ik ga er heel lichtjes overheen, dat hij een klein beetje mooi in elkaar overloopt. Ik leg er weer een schabloontje op. Wat je ook kan gebruiken is bijvoorbeeld bubbeltjesplastic. Allerlei verpakkingsmaterialen. Die leg ik erop. Ik druk hem aan. Daar zaten nog verfrestjes onder mijn dop. Dus die zitten nu op mijn jelly plate. Nou, laat maar zitten. Ik kijk zo meteen hoe dat hiermee afkomt. Het beste kan je je jelly plates bewaren tussen papiertjes, printpapiertjes en dan in de originele verpakking. En ik heb ze, ja, boven op een boekenplank staand, bewaar ik ze. Waarom? Dan weet ik gewoon zeker dat ik er geen zware stapel met papier op kan leggen. Voor het behoud van mijn jelly plate. Hè? Want ja, hij is duur in aanschaf. Dus ik ga er wel heel voorzichtig mee om. In plaats van een glasplaat kan je natuurlijk ook een grote plaat van je stansmachine gebruiken. Hè? Maar je kan hem ook gewoon rechtstreeks op je werkblad leggen. Dat kan ook, hè, dames. Of je legt er een stukje wit papier onder waar je dan op werkt. Ik vind het zelf altijd wel makkelijk. Ja, dan zie je wat meer wat er aan het gebeuren is daarbij. Hè, maar denk ook eens aan verpakkingsmaterialen. Bubbeltjes. Stripjes van medicijnen. Ribbelkarton. Noem het maar op. Ik zeg altijd, zorg dat er geen scherpe voorwerpen aankomen. Want met een scherp voorwerp en je hebt een beschadiging in jouw jelly plate, ja, die blijf je altijd zien. Ja? Nou, inmiddels is mijn verf natuurlijk alweer lang droog. Wat ik erop heb gedaan. Dus ik ga hier weer een laagje verf opzetten. En omdat ik nu de grootte heb, zet ik mijn verf al op twee plaatsen op mijn jelly plate. Waarom? Dan kan ik hem gewoon makkelijker verdelen.
Ja, dan hoef ik hem niet helemaal van boven mee naar onder te nemen. Ja, dames, het is echt, als je hem eenmaal in huis hebt, hoe meer dat je ermee aan het spelen bent, want dat is het, hè, door het spelen, door het doen, word je er steeds handiger mee en ga je ook steeds meer dingen durven, hè, want dat is het vaak, hè. Het is gewoon het durven, niet bang zijn dat er iets verkeerd gaat. Het is tenslotte maar een stukje papier en... Ik zeg altijd, overal is wel weer iets van te maken. He, want later ga je daar dus weer bij stempelen, nog schabloneren. Ja, noem het maar op. Dus ik zeg altijd, er is geen één print mislukt. Overal is wel weer iets van te maken. Ik zeg net al, die verf, hè, die gaat op een gegeven moment drogen. Het is wel zo, hoe langer ik aan het printen ben, dus hoe langer dat ik elke keer met mijn handen erover wrijf, mijn jelly plate, die gaat op een gegeven moment warm worden door het gebruik. Dus mijn verf, als ik wat langer aan het werken ben, gaat die dus ook steeds sneller drogen. Kijk, nou, dit was net van mijn dop afgekomen. Nou, ik vind het super gaaf effect gegeven. Dus ik laat hem gewoon lekker zitten. Ja? Nou, hier word ik dus helemaal blij van. Al die kleurtjes lekker door elkaar heen. Hier heb ik een klein beetje mengsels gekregen. Hè? Omdat acrylverf natuurlijk, als die nat is, gaan die met elkaar mengen. Ja, ik hou ervan. Ja, dankjewel Ineke. Je hebt al vaker een workshop bij mij gevolgd, hè? Een online workshop. Ja. Ja, dus, ja. Alles kan je erop doen. Ja. Als je hem nu echt zegt van, nou, ik wil hem nu echt schoonmaken of doen. Pak gewoon een billendoekje. Een gewoon nat billendoekje past, hè? En ik ga hem gewoon poetsen. Dus op deze manier maak ik mijn jelly plate schoon. Heb jij nou echt bijvoorbeeld met pamperstel bijvoorbeeld, of met die hebben heel veel pigmenten. Op een gegeven moment zal je zien door het gebruiken van je jelly plate dat die dus wat gaan verkleuren. Nou, dat is helemaal niet erg. Waarom? Dat is het teken dat je hem hebt gebruikt, zeg ik altijd. Hoe meer dat je verkleurd is, ja, hoe beter dat het eigenlijk is, want hoe meer dat je hem hebt gebruikt. Ja, als die mooi nieuw blijft van kleur, zoals je hem uit de verpakking haalt als je hem hebt gekocht, ja, dan heb je hem eigenlijk niet gebruikt. Ja, Henny. We hopen dat we heel snel weer, er is weer een klein beetje adem, dat we weer op pad kunnen. Dus, maar... Nu zijn we gewoon lekker online. Ja, om toch het feestje van Doe Wat Ding 15 jaar te kunnen vieren. Nou, je hoeft natuurlijk niet altijd motief te maken. In je jelly plate. Ja, dus op je jelly plate. Als ik alleen maar mijn verf ga uitrollen over mijn jelly plate en ik zou dan gelijk een print maken, dan krijg ik dit effect. Nou, dit krijg ik natuurlijk nooit
met een sponsje of dergelijke voor elkaar. Dat die al die kleuren door elkaar heen lopen, ja, dat is dus het kenmerk van die jelly plate. Ja, nu zitten jullie lekker voor de buis. Het heeft ook weer zijn voordelen. Hè? Ik zeg ook altijd, nu in deze periode, het heeft ook weer zijn voordelen afgeworpen. Ja, maar nogmaals, het liefste zie ik jullie allemaal weer live. Op een beurs, in de winkels, noem het maar op. Ik ga er een klein beetje wit bij doen. Ik ga hem een klein beetje lichter maken. Nou, dat doe ik dus om op mijn jelly plate al gelijk wat witte verf erbij te doen. En die ga ik dan heel goed met elkaar mengen. Ja, dus ik licht mijn braaier op terwijl dat ik hem aan het uitrollen ben. En echt, ja, van alle kanten ga ik hem rollen. Als ik hem dan rechtstreeks opleg. Kijk. He, dus zonder motief, zonder iets erin, heb ik wel een super gave achtergrond. Vind ik. Hier word ik helemaal blij van. Ja? En dit, ja, dit krijg ik alleen maar voor elkaar met die jelly plate. Ja, dus ja, het is echt experimenteren. Want je ziet nu ook. Ook weer die kleuren die weer wel wat gemengd hebben met elkaar. Het hoeft niet heel ingewikkeld te zijn, zie je wel. Ook weer die mengsels met elkaar die ik op mijn papier krijg. En dat ik niet heel mijn papier vol met verf heb zitten nu van die print. Er zitten nog delen die op mijn jelly plate zijn blijven zitten. Ja, ik hou daarvan, dat crunch effect. Hey, kan ik weer gewoon een hele gave journal, pagina, een kaart, whatever wat je ermee wil gaan doen. Dat maakt natuurlijk niet uit. Het gaat om de technieken. Hoe maak ik toch mijn achtergronden? Maak je bijvoorbeeld doosjes en doen. Nou, gebruik dan wat steviger papier. Dan kan je gelijk van zo'n print een doosje maken. Echt, Marie-Louise, daar ga je geen spijt van krijgen om dus te gaan voor die grote jelly plate. Nogmaals, denk er goed over na. Ik weet, het is een uitgave, maar denk eraan, uit de grote kan ik wel, uit de groot stuk papier kan ik wel een klein stukje papier halen, maar andersom gaat het nooit. En ik krijg nooit twee keer dezelfde print bij elkaar. Want als ik twee print, als ik een kleine jelly plate zou hebben en ik moet een A4'tje gaan printen of een, voor een slimlijn kaart, dan heb ik al een ja, A4 bijna. Dit is bijna een A4 deze maat die ik nu heb. Dan heb ik die dus al nodig, want anders heb ik mijn hoogte niet. Nee, als je een jelly plate aanschaft voor de eerste keer gebruik, hoef je er niets mee te doen. Ik leg hier altijd een papiertje, dus gewoon een printpapiertje. Maar heb jij zoiets van, nou hè. Hier kan je dus ook alweer hele gave dingen mee doen.
nadeel is, keratine met die lijst. We kunnen niet zien wat er bij jou, hè, als het niet lukt of als het niet gaat, wat er bij jou verkeerd gaat. Hè, ik zeg altijd, er zijn meewegen naar Rome. Voor iedereen is dit te doen. Ja? Ook één tint is gewoon hartstikke leuk. En ook om banen te maken bijvoorbeeld. Hey, ik hoef ze niet allemaal helemaal door elkaar te werken. Oh. Klein beetje minder. Hey, je ziet hoe weinig verf. Nou heb ik eigenlijk al heel veel, dames. Je hebt maar echt een heel klein beetje nodig. Kijk, en dan zijn die kleine flesjes van Dyna. Die zijn dan gewoon heel leuk om mee te beginnen. Hè? Want ja, als je begint met de Jelly Plate. Nou, je kan geen kleurtjes genoeg hebben. Kijk, en als ik nu de banen wil hebben. Dan blijf ik hem dus uitwerken van links naar rechts of van rechts naar links. Ja, dus dan ga ik nu niet naar boven en naar beneden. Want dan ga ik die verf natuurlijk met elkaar helemaal mengen. Wat bubbeltjes. Ja, natuurlijk. Je kan overal een achtergrond van maken. Het is maar net welke kleuren ga je beginnen. Ja, klopt Ellie. De cadens die werkt gewoon heel slecht op je jelly plate. Die gaat terugtrekken en doen. Nou, daar word je niet vrolijk van. Helaas. Want het is, ja, prijskwaliteit is hier gewoon heel leuk. Deze jelly plate is, even kijken of ik goed zeg, 8 bij 10 inch. Net iets kleiner dan een A4. Kijk, hier heb ik zo'n verpakking van medicijnen. Ja, die doen het ook altijd zo leuk. Leg je er gewoon op, je drukt hem aan en je haalt hem eraf. Wat ook super leuk is natuurlijk. Ja, ik heb nu eigenlijk elke keer wat op een jelly plate gelegd om de kleuren weer weg te halen, hè? Want eigenlijk zodra dat ik er weer met mijn braaier overheen ga, haal ik eigenlijk de kleur weg van mijn jelly plate. Maar ik kan er natuurlijk ook een andere kleur weer bovenop gaan zetten. Nou, wat doe ik dan? Even een sponsje bij de hand. Ik heb daar gewoon een huistuin- en keukensponsje van. Want die verf die gaat toch hard worden, dus die gooi ik straks toch weer weg. Wat doe ik dan? Ik leg het motief wat ik op wil hebben. Ik wil de bovenkant hebben, dus ik hou de andere klein beetje omhoog. Zodat ze niet in mijn jelly plate raken. Want alles wat ik aanraak op mijn jelly plate, ja, dat krijgt die structuur natuurlijk van mijn stencils. Dus ik dep een klein beetje hier in mijn verf en ik ga een deppunt opzetten. En waarom deppunt? Om te zorgen dat de verf niet onder mijn stencil heen gaat. Dus dat ik echt het motief op mijn jelly plate krijg wat ik wil hebben. En ik krijg op deze manier een motief erop. Die laat ik ook weer op verschillende plaatsen terugkomen. Dus ik zet hier een klein stukje op en ik zet aan deze kant. Dan red ik net met mijn verf. Zo. Mijn stencils maak ik ook niet schoon. Die verf is, omdat ik maar een heel dun laagje gebruik, is die verf eigenlijk heel snel droog. Waarom? Als ik hier nu dus met een nat billendoekje overheen zou gaan, dan gaan al dat vocht van dat billendoekje in die kleine
ja, stukjes zitten. Leg ik hem weer op een jelly plate, krijg je natuurlijk weer het vocht erbij op. Mochten mijn stencils nou heel vies worden, dan krijgen ze bij mij een badje. Worden ze gewassen, zet ik een bak met warm water. Gooi ik een beetje biotex in. Gooi ik mijn stencils in. En die laat ik een nachtje staan. En de andere ochtend kan ik de verf met mijn, ja, gewoon met mijn handen er weer afhalen. Dus ja, ik vind het zonde om echt te gaan zitten poetsen. Terwijl dat ik aan het printen ben. He, want dat printen, dat vind ik juist leuker. Dat is leuker dan alles schoonmaken. Ja, overal waar je maar een motief mee kan maken, kan je gebruiken op je jellyplate. He, maar nogmaals, kijk uit met scherpere voorwerpen. Dus denk niet makkelijk van een bierdopje. He, dan heb je zo'n kartelrandje eromheen zitten. Als je jellyplate een beschadiging hebt, ja, die krijg je er nooit meer uit. He, dus inmiddels is mijn verf alweer droog. Waaraan kan ik nou zien dat mijn verf droog is? Dan wordt hij een klein beetje matter. He, twijfel je, kan je altijd nog met zo'n spritzer wat blazen. Heatool kan ook, maar pas mij op. Want door die hitte, het is natuurlijk een siliconen schijf, heb je kans dus dat je jellyplate gaat smelten door die hitte. Dus ja, het kan wel, maar bent er heel voorzichtig mee. He, dus leer je eigen aan gewoon een heel dun laagje aanbrengen. Dan is dat droogproces gewoon heel kort. Nou, je ziet hier ook nu he, dat er bij mij een stuk af is gegaan met mijn stencil. He, dat zit hier nu aan de achterkant. Nou, dat geeft weer gewoon een extra relief in mijn print zo meteen. Dus, ik heb weer een laagje natte verf nodig. En ik zet er een heel klein druppeltje geel bij. Zodat ik nu met een hele lichte gele kleur zo meteen mijn print af ga halen. He, zodat je ook met een, ja, als het maar een lichte kleur is. Dus deze ga ik weer goed uitwerken. Mooi verdelen. Hoe zie je nou dat je eigenlijk mooi hebt verdeeld, zodat je de printen er tussendoor kan zien. Die leg ik er weer op. Ik ga hem ook van binnen naar buiten aanwrijven. Ja, om je verf langer te gebruiken, er zijn allerlei hulpmiddeltjes voor verfvertragers. Kijk, en dan heb ik dus weer gelijk een heel ander motief. Doordat ik er net met een andere kleur mijn schabloon erop heb gezet. Ja, zo zit hij echt in mijn achtergrond verwerkt. Hey, ik had nu net een printpapiertje, die lag bovenop. Dus deze kan ik direct wat minder gaan gebruiken. En wat ook heel leuk is, als je zo'n printpapiertje hebt gemaakt, gewoon delen ervan afscheuren. Weer in het mixed media gebruiken en doen. Ja, jellyplate is gewoon echt eindeloos. Ja, dus omdat ik hem net in banen heb uitgerold, heb je gelijk een hele andere uitstraling dan dat ik hem van boven naar beneden en van alle kanten uit heb gewerkt. Hè, dus de manier hoe verdeel ik mijn verf, dat geeft al een heel ander effect op je achtergrond. Waarom moet Miranda? Waarom moet ik wachten totdat mijn eerste laag droog is op mijn jellyplate? Nou, als die niet droog is, omdat we met acrylverf bezig zijn, dan gaan die kleuren weer met elkaar mengen.
En dan kan het, is het zo, als ik dan het motief op mijn jellyplate heb staan en die verf is nog niet droog, dan hou ik natuurlijk geen motief over, want die verf die gaan met elkaar mengen. Hè, dus vandaar dat ik moet wachten totdat mijn eerste laagje dus droog is. Hè? Ja, nou zie je eigenlijk wel dat ik al... Ja, nou zit ik nog gezellig te kletsen met jullie tussendoor. Dat je eigenlijk gewoon heel snel al printen hebt. Ja, maar nogmaals, het filmpje is terug te zien. Ik kijk gewoon heel even terug. Mocht er iets niet duidelijk zijn over hoe... En waarom? Nou, dan krijg ik vaak de vraag van ja, en dan heb ik het over printen gemaakt en dan weet ik het niet meer. En dan loopt iemand vast. En dan weten ze niet goed meer hoe dat ze dus verder moeten om een kaart te maken om het af te gaan werken. Ja, en hoe dat je hem dan af gaat werken, dat maakt natuurlijk niet uit. Ik heb al een printje gemaakt. Hè, er zit een stencil in, een noppenfolie, een klein dopje zit hier nog in. Deze ga ik op maat maken. Die ga ik eerst op maat snijden. Ik wil er zo meteen een slimline kaartje van maken. Dus wat doe ik? Ik snij hem hier onder gelijk recht. Kijk, en dat die zijkanten niet helemaal opgevuld zijn. Ja, ik hou daarvan. Dat crunch effect. Dus ik snij hem eerst op. Even kijken, want ik had hier mijn basiskaartje had ik al voorgewerkt. En die is 10,5, dus ik snij mijn jellyprintje op 10. Dus hier kan ik nog een slimlijnkaart van maken. Van een A4 kan je precies 2 slimlijnkaarten uithalen. En de hoogte moet ik hebben 20,5. Dus die leg ik op de 20,5. Ik ben een beetje aan het kijken hè, dat ik hem een klein beetje kan verdelen. Maar ik wil een klein beetje hier van dat blauwe er toch wel in hebben. Dus ik laat hem een klein beetje zakken. En dan snij ik hem hier nog op 20,5. Dan heb ik toch het... gele erin en ik heb wat van het blauwe erin. Nou, en doordat ik hem dan gelijk op mijn zwarte papiertje leg, komen mijn kleuren nog intenser naar boven. Ik plak hem nog niet op, want ik kan er zo meteen nog met wat verf eroverheen. Het is maar net wat ik hem erbij wil gaan doen. Ik heb natuurlijk al wel wat voorwerk gedaan, dat ik niet een plaatje hoef te kleuren. Die heb ik al in zitten kleuren met de Copic markers. Dus die moet ik zo meteen nog wel heel even uitknippen. Dus dat ga ik wel heel even doen. Ik knip hem met een heel klein... witte randje eromheen. Ja, dat is vaak mooier dan dat je dus op je stempellijnen gaat knippen. Ja, als je
karteltjes aan je met je snijplank krijg, ja, dan wil zeggen dat je een nieuw mesje, dat je mesje moet vervangen, inderdaad. Ik zie. Dit is een stempeltje van Alien Create. Als je dus op de bovenstaande link bij het filmpje kijkt, dan wordt die gelijk in het lijstje staat die bij. Kijk, en het leuke is van zo'n poppetje natuurlijk. Dat kan je natuurlijk zelf in allerlei kleuren aanpassen aan je achtergrond. He, dus hoe ga ik nou verder? Ik maak eerst een jelly print met de kleurtjes. En daar vandaan ga ik mijn poppetje dus mee inkleuren. Kijk, wat ik dus heb gedaan is bij deze heb ik weer met rood de kleertjes gedaan. Omdat die dan weer beter matchen bij mijn achtergrond. Bij dit geel-oranje. En ja... Kleuren is zo persoonlijk. Ik zeg altijd, neem wat jij, ja, wat jij leuk vindt, waar jij blij van wordt. He, want dan, ja, als jij er blij van wordt, dan gaan we toch, ja, dan lukt het ook gewoon. Ja, dus stel dat ik zeg van, nou ja, je moet met rood. Rood is bijvoorbeeld helemaal niet jouw, ja, jouw kleur, jouw ding. Nou ja, dan kan je blijven zitten waar je wil met je jelly plate, maar dan... werkt het gewoon niet. Maar dat komt gewoon omdat je het dan, ja, de kleur al niet leuk vindt. Ja, dus ja, kleuren is zo persoonlijk. Iedereen heeft zijn eigen voorkeur. Ja, ik kan jullie reacties niet allemaal bijhouden. Maar ik ga beloven dat ik ze na ga kijken straks. En dat ik er dan alsnog een antwoord op kan geven. Ik zie dat er in de groep onderling al heel veel reacties erbij komen. Hè, maar die knip ik dus als eerste uit als ik hem heb gekleurd. Waarom? Dan kan ik hem dus elke keer op een achtergrond erbij houden. Ik heb hier ook wat washi tape erbij. Die is ook van Aal & Create. Die hebben gewoon hele leuke washi tapejes. En die scheur ik gewoon een stukje ervan af. Nou, ik vind altijd een poppetje moet ergens op rusten. Hè, die kan ik niet zomaar in het wilde weg in de lucht laten vliegen. Dus ik zorg altijd gewoon dat die... ergens op kan staan. En dan is zo'n stukje washi tape is natuurlijk wel gewoon een heel, ja, leuk iets. Dus ik scheur hem gewoon uit de hand. Wat er gebeurt, dat gebeurt er. Hè? Je moet het hem, ja, proberen een beetje los te laten. Los zodat je werkt. Dus ongecontroleerd. Des te leuker wordt er zometeen, ja, het geheel. Nou, ik scheur hier nog een kleiner stukje. Ik pak heel even een schaartje erbij, dat ik heel even een beginnetje kan maken. Want ik wil hem wel korter hebben. Kijk, nu heb ik een leuk stukje. Die plak ik hier aan de zijkant. En dan had ik hier nog een stukje en die plak ik gewoon hierboven. Ik wrijf hem heel even goed aan en dan blijft die washi tape, die blijft gewoon vast zitten.
Ja, het is wel zo, dames. Naar vanant wat er gaat gebeuren, wat er ontstaat, ga ik ook... dingen weer toepassen. Hè? Dus ik heb niet altijd het idee van zo moet die worden. Naar vanant, stel dat ik hier nu een leeg stukje zo meteen ga krijgen, dan ga ik die opvullen met bijvoorbeeld een schabloontje. Ja, dus die ga ik erbij houden. Waar begin ik dan mee? Dan ga ik er eerst nog wat bij stempelen. Ik heb hier de Alain Create stempel. En die heeft hele leuke cijfertjes. Ik ben altijd dol op cijfertjes. Ik stempel met de Versafijn inkt. En ik kies voor zwart, omdat ik dan die kleuren wat meer op kan halen. Maar je kunt natuurlijk in elke kleur stempelen wat jij leuk vindt. Deze stempel die ga ik met de hand stempelen. Omdat ik maar een gedeelte van mijn stempel wil gebruiken eigenlijk. En ga ik hem nu op een acrylblokje doen. Dan krijg ik natuurlijk heel mijn afdruk. Dus wat ga ik doen? Ik wil deze kant wil ik gebruiken. Die wil ik hierbij gaan stempelen. En hier, dus ik hou hem aan de zijkant een klein beetje omhoog. Deze druk ik op mijn inktkussentje in en die leg ik op deze manier gewoon op mijn papier. Kijk, en dan krijg je dus ook dat crunch, hè, dat mijn stempel dus niet helemaal afgedrukt wordt. Doe ik aan deze kant ook nog. Kijk, en omdat mijn wassietape nu toch zwart is, kan ik er gewoon overheen stempelen. Om dus te zorgen dat mijn handen niet helemaal onder de zwarte inkt zitten, doe ik heel even de bovenkant met een billendoekje al een klein beetje af. Want ik wil nu de onderkant van mijn stempel, die wil ik hier gaan gebruiken. Dus ik leg hem weer op mijn stempelkussen en ik druk hem weer aan. Nou, ja, ik hou daarvan, dames, dat crunch. Ja, dus dat doe ik om te stempelen uit de hand. Ja, iedereen doet het op een eigen... Je kan ook met... Kan je wel heel mooi knippen. Dan kan je hem ook gewoon heel je plaatjes knippen. Dat doe ik ook wel eens. Het is maar net, ja, wat wil je... Ja, maar nu omdat ik toch mag die bij mij met een wit randje. Ja, wat ik wel doe als ik dus op de stempellijnen knip, dan zal ik wel de zijkanten van mijn stempel altijd met een zwarte marker even de randjes zwart maken. Omdat ik ga knippen, dan is die er altijd wit. En dan vind ik het zelf persoonlijk mooier als dat een zwart randje heeft. Ja? Maar nogmaals, ja, er zijn meer wegen naar Rome, zeg ik altijd. En bewandel degene die jij leuk vindt. Nou, dit is ook nog zo'n schabloontje, stencil van Dutse Bedoe. Daar zitten dus heel veel verschillende motiefjes op. Nou, en dit zijn wel de leuke schablonen natuurlijk, want dan heb je in één stencil heb je heel veel motiefjes die je dus in je achtergrond er al bij kan gebruiken. Die zet ik op met zwarte inkt. Ik gebruik daar de Distress inkt voor. Je zou ook met de Versafijn kunnen doen, maar dan dat is een permanente inkt, dus die blijft aan jouw stencils zitten. Met een blending tooltje pak ik wat inkt op. Ik leg mijn schabloon waar ik hem wil hebben. En ik hou met deze twee vingers hou ik hem goed vast, mijn papier en de schabloon.
En ik ga met een draaiende, poetsende beweging, ga ik dus mijn motief erop zetten. Nou, die laat ik ook achter mijn plaatje vandaan komen. En ik laat hem hieronder nog een keer een klein stukje terugkomen. Kijk, want als ik er dan zo meteen mijn plaatje weer op zet, dan komt mijn motief mooi achter mijn stempeltje vandaan. He, dus ik ga echt als laatste ga ik mijn poppetje van Alain Create, wat ik heb ingekleurd, zelf vastplakken. De stipjes. Die vind ik ook altijd wel leuk. Zet ik hier nog wat bij, zodat ik er een groepje van ga maken. Ja, en je schabloon die kan je natuurlijk leggen op de plaats waar jij hem wil. Ja, je ziet, ik draai hem ook nog makkelijk. En je moet altijd proberen om er één geheel van te maken. Nou, ik vind altijd mijn randjes, die moet ik bewerken door wat zwarte inkt aan de zijkant te zetten. En je ziet dan ook gelijk, zodra je die hebt aangezet, dat je kleuren eigenlijk gaat opsluiten. Zodat die kleuren nog meer eruit springen. Nog intenser gaan worden. Ja, ook dit, lekker nonchalant. Niet te precies willen. Al raak ik hier een klein stukje bovenop het papier. Ja, dat is gewoon zo. Dat is mixed media. Alles mag, alles kan. En hoe losser jij werkt, hoe speelser dat het eruit gaat zien, zeg ik altijd. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Lekker nonchalant, lekker speels werken. Niet te precies. En ik weet, het is voor sommige mensen best moeilijk. Maar probeer het wel. Hè? Want dan krijg je dus ook die gave effecten zoals wij het doen. Dan vind ik hem eigenlijk nog niet te crunchy-achtig. Wat ga ik daarbij doen? Ik pak gewoon een klein beetje van mijn witte verf. En dat doe ik nog voordat ik mijn plaatje erop ga plakken. Want anders ben ik bang dat ik mijn plaatje ook ga raken. Ik pak mijn breier erbij. En ik rol hem een klein beetje uit over mijn breier. Dat hij mooi verdeeld is. En een klein stukje van mijn breier voorzien is van verf. En die ga ik er dus nog heel lichtjes overheen zetten. Zodat ik hier en daar... wat witte spetters ga krijgen. Ja, dus blijf ook weer met dezelfde stukje verf pakken. En ga niet in één keer een breder stuk maken. Want dan heb je natuurlijk dat je ook bredere vlekken gaat krijgen op je achtergrond. Ja, dus echt je breier oplichten. Ja, hier word ik helemaal happy van, dames. Ik hoop jullie ook. Ja. Die komt hierop. Dus die kan ik vast gaan plakken. Ik gebruik daar zelf altijd de Dutse bedoellijm. Je hebt maar een heel klein beetje lijm nodig. Dus ik zet hem echt aan de zijkantjes van mijn plaatje. Hoe meer lijm dat je eigenlijk gebruikt, hoe meer vocht dat je gaat toevoegen. En des te meer heb je kans dus dat je werk helemaal krom gaat trekken, zeg ik altijd. Nou, dit lijm is zo sterk dat je dus maar met een klein beetje nodig hebt. Ja, met dat witte aanbrengen, wat ik net heb gedaan met die braaien, dan kun je altijd nog wat
Schoonheidsfoutjes verdoezelen, zeggen wij altijd. Wat ik ook altijd wel leuk vind, is met een gewone witte pen. Ik heb de Uniball. Om dus in die, dat vissengraatje wat ik hier nu heb aangezet, om daar nog wat in te doedelen. Ja, ook dit mag lekker nonchalant. Dus ik zet ze allemaal aan de binnenkant. Om het, ja, toch wel die ruststand, die balans in je werk te krijgen, doe ik het dan wel allemaal aan dezelfde kant. Ja, hetzelfde als mijn schaduw aanbrengen natuurlijk. Als ik links schaduw aanbreng, dan laat ik het overal links vallen. Een klein stukje en hieronder, dan doe ik ook. Ja, zo maak je ook weer wat, ja, meer accentjes in rondom je schablonen. Ja? Nou, dan heb ik hier nog een superleuke stempelset van Aline Create, de 533. En er staan allemaal hele leuke teksten op. Je stempelt hem. Maar die kan je dus zelf ook weer losknippen en ja, lekker speels op je achtergrond gaan werken. Ik ga deze nemen. Wishing you the happiest day. Nou, dat kunnen we wel gebruiken. Toch? Ik stempel altijd gewoon met een blokje. Ik heb een stempelhulp. Maar ja, ik weet gewoon door mijn ervaring dat ik gewoon goed kan stempelen. Dus ik stempel met mijn blokje. Heb je dat niet? Nou, gebruik gewoon zo'n stempelhulp. Even een stukje papier erbij. Maken we straks wel heel even schoon. En ook deze, die knip ik gewoon uit de hand. Voor mij mag die, ja, wat scheef zijn. Bij mij hoeft die niet helemaal perfect recht zijn. Hè, omdat ik ook mijn achtergrond wat speelser heb. Ja, vind ik dat ook niet erg. En een echt zo'n leuke lettertype is dit ook. Kijk, en nu heb ik hem in zwart gestempeld. Maar je kan hem natuurlijk ook weer met een leuk kleurtje stempelen. Met embossingpoeder. Ja, noem het maar op, hè, dames. Nou, ik knip hem wel los met elkaar. Zodat ik wat meer kan spelen met de tekst. Voilà, dat is er één. Ja, dames, die Jelly Plate, hij is mijn beste vriend. Nou, ook hier ga ik heel even weer met mijn toeltje langs. Zodat ik een klein zwart randje er langs heb. Dat vind ik net altijd wat mooier. Ja, wat mooier afgewerkt. Die hier. Mijn tubetje lijm er weer bij. Dan pak ik ook heel even een pincet erbij. Is wat makkelijker voor mezelf.
Nou, je kan er ook voor kiezen natuurlijk om dit met een stukje foam vast te plakken. Maar gewoon met lijm kan ook heel goed. Dus ik laat hem een klein beetje speels. Dus ik ga hem een klein beetje schuin opplakken. Mag elkaar een klein beetje overlappen. Ja, ik word hier helemaal happy van, dames. En dan de reacties te zien jullie ook. Nou, ik had hier al een basiskaart liggen. Hier ga ik hem opplakken. Dat doe ik zelf met dubbelzijdige tape. Omdat ik gewoon met lijm merk ik gewoon dat die makkelijker krom trek. En ik plak mijn creaties altijd dan met tape in elkaar. De teksten die was, die tekststempel die was van Alain Create, dames. Kijk. En dat was deze. Er zitten echt hele leuke woordjes, zinnetjes. Ja, die jellyprinten die kan je natuurlijk overal voor gebruiken. Hè. Ik heb nu gekozen om een kaartje te maken. Maar het kan best zijn dat ik morgen of vanavond weer in mijn journal zit. Dat maakt natuurlijk niks uit waar je het voor gebruikt. Nou, heel vaak krijg ik de vraag van... Oh, ik heb zo'n moeite met de dubbelzijdige tape. Om dan goed netjes recht te plakken. Nou, wat doe ik? Ik sla deze naar buiten en die vouw ik om. En de andere zijde, de lange zijde, die doe ik dan tegenovergestelde maken, losmaken. En die vouw ik dan ook om. En op deze manier raakt hij dus niet gelijk mijn papier. En dan kan ik hem dus nog schuiven, zodat ik hem eerst goed kan leggen. Zodat ik overal een mooi evenwijdig zwart randje langs mijn kaart gaan krijgen. Nou, zo ligt hij goed. Dan druk ik hem eerst in het midden aan en dan naar buiten en dan trek ik mijn lipjes daar onder vandaan. Nou, en dan is die eigenlijk zo goed als klaar. Ja, en zo zie je dus, bij deze twee heb ik toch weer dezelfde kleurtjes gebruikt. Hè? En hij is uiteindelijk toch weer heel anders geworden. Hè? Dat is het leuke van die jelly plate. Je krijgt nooit twee dezelfde. Ja, dat is echt heel handig. Die lipjes daar buiten plakken en dan vastplakken met de dubbelzijdige tape daarbij. Nou, dan zijn we, ik denk zover aan het einde gekomen van deze live. Ik wil Marloes super bedanken dat ik deze op haar party, verjaardagsfeestje, deze live mocht verzorgen. Ik heb er ontzettend van genoten. Ik hoop jullie ook. Het filmpje is terug te zien. De materialen die ik heb gebruikt, hè, heb ik al verteld. Die staan in de webshop bij Marloes, bij Doe Wat Ding. Netjes op een rijtje. Profiteer van je korting die er op het moment de actie is bij Marloes. Ik zou ook bij Marloes voorbij komen dat ze een hele leuke actie heeft voor een donatie. Supergoed initiatief natuurlijk. Wil je iets doneren? Ga heel even kijken voor Stichting Wens
Voor nu wil ik jullie allemaal ontzettend bedanken. En wie weet, tot de volgende keer. Ik zeg prettig weekend allemaal. Doei doei!